Beste Almeloers, beste Bonnebroekers, beste Adorpers, inwoners van onze mooie gemeente Almelo. Het zijn onzekere tijden. Door de maatregelen die de overheid heeft genomen bij de bestrijding van het coronavirus zijn veel zaken die wij normaal gesproken vanzelfsprekend vinden, dat ineens niet meer. Je zult over een paar weken maar eindelijk samen willen doen. Je zult je bedrijf maar ineens moeten sluiten. Je zult maar afhankelijk zijn van zorg die ineens op grotere afstand staat. Je zult je kind maar niet meer naar een kinderopvang kunnen brengen als je naar het werk wil. Heel veel vragen en zorgen die het leven van alle dag van ons allemaal treffen. En waar we ook met elkaar een oplossing voor moeten gaan bieden. Het is ontzettend mooi om mee te maken in de stad, maar ook in Adorp en ook in Bonnebroek. Hoe mensen ideeën gaan ontwikkelen. Hoe mensen elkaar willen helpen. Hoe mensen uit eigen beweging de schouders eronder willen zetten om het leven van alle dag wel door te kunnen laten gaan. Ik ben ongelooflijk trots op de enorme hoeveelheid initiatieven waarvan ik hoor, of waarvan ik lees, of die ik zie, waarmee mensen in onze gemeente elkaar willen helpen. In Bonnebroek, in Aardorp en in Almelo zijn veel mensen die er de schouders eronder zetten om het leven van alle dag op een zo goed mogelijke manier te laten doorgaan. Ook voor mensen die het nu moeilijk hebben. Ook voor mensen die nu in onzekerheid verkeren. Met elkaar zetten we in Almelo de schouders eronder om deze coronacrisis tot een goed einde te brengen. Dat kan langer duren dan we zouden willen, maar ik ben ervan overtuigd dat ons dat met elkaar wel gaat lukken.